Vandaag ben ik in Gouda, omgeving van Gouda, waar ik op een bijzondere manier een stukje groen van Nederland ga ontdekken. En dat ga ik doen in de Renault Twizy. En de Renault Twizy is een elektrische auto. En ik ga kennis maken met Theo van eDrive for Fun. En die moet hier ergens bezig zijn. Theo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, ten eerste, wat een geweldige plek hier. Prachtige locatie, het Rioxhout. Ik ken het niet, maar ik zie water en ik zie een Renault Twizy. Een tweepersoons elektrisch aangedreven voertuig van Renault. En jij hebt een bedrijfje en dat heet eDrive for Fun. Ja. Wat is dat precies? Wij hebben 8 Renault Twizy's voor unieke ontdekkingstochten in het Groene Hart. Voor de toerist, bezoeker, recreant die op een unieke manier de natuur wil beleven. Je hebt verschillende routes. Zullen we daar even naar gaan kijken? Ja, dat is goed. Oké. Leuk. Oké, nou, we staan bij de kaart. Welke route heb jij voor ons uitgekozen? We vertrekken vanuit het Reeuwse Hout. Route 4 door het Reeuwse Plassengebied. Ontstaan door veenafgravingen, vol laten lopen met water. En een prachtig gebied om op ontdekkingstocht te gaan. Nou, dat gaan we dan mooi doen. Neem plaats in de Twizy. Zo. Nou, jij rijdt achter me aan? Ik rijd achter jou. Mooi. Laten we dan maar een gordel omdoen. De gordel van de passagier. Ah, dit is de gordel van de passagier. Er is namelijk ook een mogelijkheid om iemand achterin mee te nemen. De deur dicht. En dan gaan we rijden en dan drukken we hem op zijn drive. Leuk, de natuur in. Sta linksaf naar Rijkswoud. Nou, wat heel erg leuk is, is dat het een elektrische auto is en die zijn heel stil. Sla rechtsaf naar Rijkswoud. Ik wou zeggen, die zijn heel stil en dat je de vogeltjes hoort fluiten. Maar we hebben hier ook te maken met een navigatiesysteem. En heel af en toe praat mevrouw even mij door die route heen. Dag. Groene Hart van Nederland. Daar kan je gewoon met Twizy's doorheen rijden. Indien mogelijk. Heb je nou ook nog wat vreemde ervaringen gehad? Wat is nou de merkwaardigste personen die hier in deze auto hebben gezeten? We hebben al mensen uit Canada, Duitsland en Engeland gehad. Laatst hadden we zelfs een oma van 90 achter in de Twizy. Ook zij heeft enorm genoten. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal top. Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken? Ik begrijp dat jij nog nieuwe klanten hebt zo direct. Ja, ik ga 4 Twizy's bezorgen in Gouda. Ik ga nog wat rondrijden dan in deze Twizy. Ik zal er voorzichtig mee doen. En nou, wie weet tot een volgende keer. Veel plezier. Dankjewel. Doeg. Zo, nou, ik ben uitgespeeld. Hele leuke ervaring, rijden in een Renault Twizy, elektrische auto. Willen jullie op de hoogte blijven van de filmpjes van Renault Live? Klik dan op de abonneerbutton hieronder in beeld. En tot over 2 weken. Aju!